Is wel gek. Ja, een hele filosofische echt mopperkont. Schopenhauer is de grootste mopperkont. En Nietzsche is niet mopperen, maar schelden. En hij moppert weer, waardoor nou. Maar toch heeft hij tussendoor echt fantastische inzichten. Echt geweldig. Maar je boek is al een heel eind gevorderd. Mijn boek is al 10 keer klaar geweest. Aha. Maar elke keer dan bedenk ik weer wat of lees ik wat en dan ga ik weer sleutelen. Adorno geeft daar ook wel mooie hints voor. Hè. Ergens heeft hij het over wat een schrijver moet doen. En dan zegt hij ook, dan zegt hij, ja, op kleine kritiek en kleine veranderingen moet je serieus nemen. Want de kwaliteit van een boek is vaak een opeenstapeling van al die kleine verbeteringen. Dus laat het niet vallen omdat het maar een kleine verbetering is. En je hebt als schrijver al gauw de neiging om iets goed te vinden omdat je het opgeschreven hebt. Dat is geen argument, hè? Je moet kritisch blijven. Maar ja, aan de andere kant, zo kun je tot in eeuwige dagen doorgaan. En je moet ook ergens wel een grens stellen. Maar het feit dat uitgevers weigeren om mijn boek, steeds maar blijven weigeren om mijn boek te publiceren, is dus eigenlijk hartstikke goed. Het dwingt mij om door te gaan met verbeteren. Ja, het is de beste boeken overkomen natuurlijk. De beste boeken overkomen. Ook de slechtste uiteraard. Ja. Ja, Nietzsche heeft bijvoorbeeld ook eindeloos lang totaal geen erkenning gekregen voor zijn werk. De studie naar een paar vrienden. Geen reactie, maar tegen het eind van zijn leven werd hij wel toch nog beroemd. En toen werd hij gek en toen merkte hij het niet meer. Maar het was niet helemaal te laat, heeft het nog wel gemerkt. Het wordt zo verheerlijkt, hè? Je echte zelf vinden, authentiek zijn. En het grappige is dat dat natuurlijk heel waardevol is. En dat heeft de romantiek gebracht tegen de verlichting in. Gewoon met Schopenhauer als het enige wat echt bestaat is jouw wil tot leven. En Heidegger en Nietzsche, al die existentialisten. En hij zegt heel terecht, Adorno, dat, ja, dat is natuurlijk een mythe. Hè? Het authentieke echte zelf. En dat je dat zou kunnen vinden en dat je dat zou kunnen onderkennen, is natuurlijk jezelf gigantisch voor de gek houden. Alsof er een soort van origineel zelf is, wat de echte zelf zou zijn. En je bent een product van je aanleg en je omgeving en daar maak je jezelf van. En in die zin ben je een product van je ervaring, van je levenspad. En wat nou je echte zelf is, is volstrekt onduidelijk. En voor zover je die hebt, kan je niet vinden. Je houdt jezelf het grootste deel van de tijd voor de gek. Dat je denkt, dat is mijn echte zelf. En het fundamentele is de gedachte dat de oorsprong boven het afgeleide uitgaat. Dat er zoiets is van een oorsprong en dat is echt. En wat er later van geworden is, maakt het oneigenlijk. Terwijl juist het pad van de ontwikkeling, de ontdekking, eigenlijk het echte is. En dat is dus dat je niet hetzelfde blijft. En dat je constant jezelf verandert. En tot ontdekking komt dat je toch anders was, bent dan je dacht te zijn. En dat dat juist het leuke is. Die verandering van het zelf. En dat we vast te houden aan het idee van er is een origineel zelf. En dat moet je zien terug te vinden. Dat je juist jezelf opsluit. En alle mogelijkheden ontneemt. Om door oppositie van je omgeving juist jezelf verder te ontwikkelen. En anders te worden dan je dacht dat je was. En dat is een goed verhaal. Maar dan vertelde je dat de basis van het boek eigenlijk is gelegd door je lezingen over vertrouwen. Ja, dus geen zelfvertrouwen nemen. Vanuit de economie tot samenwerking. En als je het hebt over samenwerking, dan kom je geheid op het gebied van vertrouwen terecht. En volgens het economen kan vertrouwen niks zijn. Althans, kan nooit verder gaan dan eigenbelang. Want eigenbelang zou in markten nooit kunnen, of altruïsme verder gaan dan eigenbelang zou in markten nooit kunnen overleven onder concurrentie. En dus is alles eigenbelang en kan iets wat boven eigenbelang uitgaat niet bestaan. En dat was een uitdaging om erachter te komen hoe dat nou zat.
En het grappige is dat er dus anderen zijn die zeggen van ja, zonder vertrouwen zou ook een economie helemaal niet kunnen werken. Want er komt ergens een end aan wat je in contracten kunt vastleggen. En geld is uiteindelijk ook een kwestie van vertrouwen. Dus als je helemaal geen vertrouwen zou hebben, zou alles stoppen. Zou de hele economie ook niet kunnen werken. Ja, dat leverde zoveel van bestaat het nou niet? Bestaat altruïsme nu wel of niet? En nou, dat fascineerde me. Van het een kwam het ander. En zo kwam ik dus terecht in. Vraagstukken van ethiek en moraal. Maar je zit dus niet meer in je eigen vakgebied, in je oorspronkelijke vakgebied? Nee, nauwelijks meer. Nauwelijks meer. Maar het is ook al jaren dat ik mezelf geen econoom noem. En economen kunnen me ook al lang niet meer volgen. Die zullen ook zeggen, die Noordhoorners zijn maar geen econoom. Dan zeg ik dankjewel voor het compliment. Dan gaat je nieuwe boek over de doorontwikkeling van het humanisme. Ja. Verwoord ik dat zo goed? Ja. Ja. Het humanisme is toch, gaat aan twee dingen mank als je al die filosofen overziet. Eén is dat het toch heel erg gericht is sinds de verlichting op het rationele, losgekoppelde zelf. En autonoom, onafhankelijk van zijn omgeving, rationeel, zichzelf begrijpend, dat is eigenlijk een fictie. Zo rationeel zijn mensen niet. En mensen zijn dus afhankelijk van de omgeving. En vormen zich in wisselwerking met hun omgeving. En de tweede, en dat is echt een worsteling, dat de verlichting heel sterk gepaard is gegaan met het absolute, het algemene, waaraan het individuele wordt opgeofferd. Het systeem, abstracte principes. En dat is de intuïtie dat dat ook de achtergrond is van alle rampzaligheden van zowel het fascisme als het communisme. Dat individuen opgeofferd zijn aan abstracties. Aan grotere systemen. Abstracties. En die abstracties zijn van de mensen losgeraakte idealen over de mens. Die uiteindelijk tegen de individuele mensen zijn ingegaan. En dat je... En de gedachte is dus dat je dat ook terugziet in werk, om een grote sprong te maken. Dat mensen in het werk hun eigen individu niet meer kunnen zijn, niet de ruimte krijgen om naast werk als instrument, als middel, ook intrinsiek werk belangrijk te vinden en daarin een beetje jezelf te kunnen vinden en jezelf te kunnen uiten. Dat werk steeds meer onderworpen wordt aan abstracte principes van efficiëntie en regels. En de illusie dat je arbeid daarin vast kunt leggen. Dat nooit lukt omdat elke praktijk altijd rijker en veranderlijker is dan jij ooit de regels kunt vangen. Dus uiteindelijk werkt het averechts. Om die reden dat het zijn doel niet bereikt. Dat je niet alle beroepspraktijken restloos in regels kunt vastleggen. En het ontneemt mensen dus de mogelijkheid om in dat werk ook iets van ruimte voor zichzelf te vinden, hun eigen weg te vinden, creativiteit, inventiviteit te vinden en dat door de regels wordt weggedrukt. En de stelling van zeker een Adorno is dat dat dus gebeurd is in het kapitalisme. En je ziet het nu bijvoorbeeld in pogingen om de gezondheidszorg te vangen in regels, waardoor er onvoldoende ruimte blijft voor de eigen verantwoordelijkheid van de artsen. En de tragiek van het systeem is dat die artsen hebben dat aan zichzelf te wijten, want er zijn artsen en die doen het verkeerd. En die artsen houden elkaar de hand boven het hoofd. Het systeem van artsen, als je de ruimte laat, is niet sterk genoeg om de uitwassen, de slechte praktijken uit te roeien. En dus komen de regels. En die regels verzieken de beroepspraktijk. Dat is de tragiek van ook weer dat soort van processen. Er zit nogal wat tragiek in dit alles. Hè? Van, het is heel moeilijk om een uitweg te vinden. Maar stel dat ik nou je boek daar gelezen heb. Ja. Het zou zomaar kunnen dat je ophoudt met lezen en het publiceert. Ja. Aan het eind daarvan heb ik dan een mogelijke oplossing voor de toekomst? Of weet ik dan hoe ik eigenlijk zou moeten werken? Nou, mijn voornaamste doel is om te laten zien, en daarom is Nietzsche zo interessant,
omdat ik erg met hem sympathiseer over de schijnheiligheid van de christelijke moraal enzovoort, waar hij dus op inbeukt. En hij is heel eerlijk, hè? De oprechtheid van de drang van de mens om zich te manifesteren, de wil tot macht. En dat hij zo eerlijk is om dat te onderkennen en daar ook het positieve van te zien. Creatieve vernietiging. Mm-hmm. En de uitdaging is dus, hoe kan je nou het humanisme transformeren in iets wat minder op het zelf gericht is, zonder te vervallen in die oude moraal die creatieve destructie, creativiteit verdrinkt. Mm-hmm. Het authentieke leven, het je manifesteren, het van je leven gebruik maken om iets tot stand te brengen. Creativiteit, inclusief de creatieve destructie. Hoe kun je met behoud daarvan toch nog menselijk blijven? En het antwoord zit daarin, en dan ga ik naar het andere uiterste, is Levinas, want dat is de filosoof van de filosofie van de ander. En het grootste deel van het boek gaat erover om aan te tonen dat het idee van Nietzsche en van de verlichting van de autonome mens niet alleen onrealistisch is, maar zichzelf in de weg zit. Als je je in jezelf opsluit, ontneem je jezelf de mogelijkheid om tot inzicht te komen. Je hebt de oppositie van de ander nodig om jezelf te veranderen. Vrijheid is ook het ontsnappen aan je eigen oordeel. En daar heb je anderen voor nodig. Dus een beetje paradoxaal is dat om de hoogste graad van vrijheid te bereiken, je juist je open moet stellen voor de ander. Open te staan voor de oppositie van de ander, want het is door de oppositie van de ander dat je ook uit je eigen bevrijd wordt uit je eigen veroordeling. Uit je eigen tekort aan inzicht. En dat dus dat hele idee van de verlichting en van Nietzsche, van het losgekoppelde individu die van zichzelf uit het allemaal wel regelt in zijn zelfexpressie enzovoort, dat niet werkt. Dus zelfs als jouw doel is om jezelf te realiseren, jezelf te ontwikkelen, dan nog kun je het niet alleen. Kun je het niet alleen, dan moet je openstaan voor de ander. En moet je dus niet jezelf als autonoom, als gegeven veronderstellen, maar juist je openstellen voor de ander en het empathie, en hoe is die link weer terug naar vertrouwen, het vermogen om anderen te begrijpen, ook al zeggen ze iets wat jou vreemd voorkomt, je te verplaatsen in de positie, in het denken en in de schoenen van een ander, merkwaardigerwijs ook jezelf helpt om uit jezelf vrij te komen en te groeien, anders te worden. En het humanisme dus in die zin, daarom noem ik het ook ander humanisme, met de dubbele betekenis, een ander soort humanisme, maar het is ook humanisme gericht op de ander, dat de echte manier om mens te zijn, juist niet is uit te gaan van jezelf, je op te sluiten jezelf, maar je open te stellen voor de ander. Wittgenstein zei, een individuele taal bestaat niet. Woorden hebben betekenis vanuit discussie tussen mensen. Het is, je leert ook betekenis van woorden uit gesprekken enzovoort. En betekenissen veranderen ook in gesprekken met anderen. Dus hij zegt ook, een puur individuele taal zou niet kunnen bestaan. Dus vanuit kennistheorie, vanuit de theorie van taal en betekenis, vanuit ethiek, allerlei argumenten dat dus de eenling in zichzelf het niet trekt. En dat daarin het daarop oorspronkelijk gerichte humanisme en de koppeling daarin met de verlichting niet kan werken. Maar het belangrijke punt van de ethiek van de wetenschap is natuurlijk je ogen open houden voor je ongelijk. Dus als je ideeën hebt, zeggen we, ja, het feit dat ik iets bedenk, wat niet betekent dat het waar is, en dat je open staat voor kritiek, dat je open staat voor het weerleggen van je ideeën. Dus wetenschap is in die zin een oefening daarvoor. Om je eigen vooroordelen te wantrouwen. Bewust te zijn van, ja, als ik een leuk idee heb en ik ben daar enthousiast over, wil dat nog niet zeggen dat het klopt. Hè? Dat het, ja, dus het is gaandeweg een ontdekking. En op een gegeven moment ook een soort van intuïtie van, de economie kan geen gelijk hebben. Dus een hele diep gewortelde intuïtie. Het kan niet zo zijn dat de samenleving, dat het goed is om alles te doen puur uit eigen belang. Dat het de basis van de samenleving zou zijn, dat weiger ik te accepteren. Dus het is ook een beetje van,
dat kan niet waar zijn, dat mag niet waar zijn. En dan ga ik argumenten vinden waarom dat ook inderdaad zo is. Waarom dat niet kan kloppen. Want je hebt al eens eerder gezegd, ik beschouw economie eigenlijk niet als een echte wetenschap. Dat is ook nog een ander verhaal. Economen belazeren de boel. Die hebben een methodologische wisseltruc. Maar zou je jezelf een humanist willen noemen? Ja, nou, dat is het lastige. Het is maar wat je ermee bedoelt. Hè. Het is maar wat je ermee bedoelt. Als je zegt, ik wil blijven streven naar bevrijding. Ja, in die zin wel. Inclusief bevrijding van jezelf. Hè. Dus dat is dat. Maar als je humanisme ziet als inderdaad het autonome, rationele individu dat zijn eigen toekomst bepaalt. Nee. Dan zeg je, dat zijn we voorbij. Dat moeten we voorbij. Ja, dat klopt. Dat klopt niet en het is contraproductief. Maar ik ben niet antireligieus. Mijn definitie van religie is je verbonden voelen met iets hogers. En dat vind ik wel heel mooi van Levinas. Zijn filosofie van de ander is ook, kijk, hebben ze Jood en zijn familie is uitgemoord. En dus wat de nazi's deden was vrijwel gezegd van, nou, zo kan een God niet bestaan. Maar in plaats van God is er de ander. Dus als je religie definieert, een letterlijke vertaling, maar daar is discussie over of dat een goede etymologie van het woord is, is je verbonden voelen, religare, je verbonden voelen met iets wat buiten jezelf uitstijgt, dan hoeft het dus niet alleen maar een God te zijn. En dus de filosofie en misschien ook de religie van de ander van Levinas is, de ander juist in zijn andersheid is iets wat boven mij uitstijgt. En dat is iets waar ik respect voor heb. En wat ook heel mooi is, is dat hij zegt van, je kunt je de ander ook niet eigen maken. Je kunt de ander nooit 100% begrijpen. En dat zou ook niet goed zijn. Ja. Dus je moet niet het idee hebben dat je de ander ooit volledig in je zak kunt stoppen, volledig kunt begrijpen. En dat is maar goed ook. Want als dat ooit zo zou zijn, zou je de ander niet meer nodig hebben. Net zo goed als je God niet meer nodig zou hebben, als je hem goed zou begrijpen. Dus je hebt zowel, ik heb de ander nodig voor mezelf. Maar dat zit hem nou juist ook in het feit dat die ander niet volledig kenbaar is. En dat brengt met zich mee dus ook heel diep respect voor de ander. Terug naar de religie is dus je verbonden voelen met iets wat boven jezelf uitgaat en dat is de andere mens. En een hiernamaals, niet als onsterfelijkheid voor jouzelf, maar wat jij in jouw leven achterlaat in anderen. In je kinderen of wat je aan de maatschappij hebt bijgedragen, aan wat dan ook. Liefdadigheid of een boek geschreven of gebouwen gemaakt of en dat is het enige namens wat er is. Wat je dus hebt bijgedragen. Dus er ligt toch een taak. En achterlaat. En ja. Dan. Dat blijft toch mooi. Ja. Je moet er toch niet aan denken dat je in de eeuwigheid in jezelf opgesloten zou zitten. Het is toch veel leuker om het idee te hebben dat je bijdraagt. En hiernamaals in de zin van wat je achterlaat. In anderen en wat in anderen doorwerkt. Het is toch een veel mooier hiernamaals. Mm-hmm.